In dit filmpje wil ik je laten zien hoe je een knolselderij schoonmaakt. Kijk, die heeft, dit is de wortelkant, zeg maar, hier heeft hij in de grond gezeten. Als een wortels. En die moet er helemaal af. Dus daar kan je gewoon, het is namelijk geen doen om dit schoon te maken. Dus die onderkant die snijden gewoon in één keer helemaal af. Ja, je verliest dan wel wat. Als je wil kan je dit nog proberen te schillen. Maar dat ding is zo groot, je houdt genoeg over. En dan zet je hem op die platte kant. En dan ga je gewoon zo van de bovenkant schil je hem. Nou, stel dat je maar de helft nodig hebt. Dan zou je hem zo kunnen schillen, want het is beter om hem te bewaren met de schil. Nou, ik ga nu de helft gebruiken. Dan zal ik je nog laten zien hoe je die in stukken kan snijden. Want kijk, ik heb nu een stuk schone knolselderij. Nou, daar kan ik plakken van snijden, zeg maar, van een centimeter dik. Nou, als je frietjes wil maken van knolselderij, dan kan je ze zo in frietjes snijden. Of als je blokjes wil snijden van een centimeter, dan snij je ze eerst in frieten en daarna in blokjes. Kijk, dit gaat bijvoorbeeld bij de pasta. Het recept kan je lezen natuurlijk in Vriendin. En grotere blokken, voor 2 centimeter, bijvoorbeeld voor de curry, die snij je dan weer zo. Dus eerst een dikkere plak, eigenlijk net zoals met die frieten. En dan gewoon iets dikkere repen. En die gaan dan weer in grotere blokken. Nou, voor de gegrilde groenten snij ik wedges. Wedges, gewoon partjes. Dan pak je gewoon je blok zo. En dan ga je zo snijden. En zo heb je parten. En die gaan voor de gegrilde groenten in de oven.